Hallo, dat is Spencer Briefers van Gamer. Dit is My Boy van Playto deel 17. En we hebben net alvast voor jullie lopen zoeken. Wat was het probleem met die plankenkoorts? Ik zei, hier, druk eens op mobieltje. Hier, druk op mobieltje, nu, doe het. Plankenkoorts is bij sportieve uitdaging heel hinderlijk. Je krijgt knieën. Je krijgt knieën. En je stak met adem en dan kun je niet laten zien wat je werkelijk kunt. Relax. Relax. Dus we moeten eventjes naar de beauty salon, dan we even ons haar laten wassen. En dan gaan we thuis even lekker een tijdschriftje lezen. Psycho Tessie maken. En nu? Wat moet ik nu doen dan? Ah, je moeder. Nee. Dat zeg ik toch? Oh. Go! Nee, dat gaat niet. Het gaat niet, oké. Je hoeft altijd zo aan de telefoon hier. Dus even naar onze kamer en gaan slapen ofzo. Waar slapen we eigenlijk wel eens in dit spel? Oh ja, we worden soms random, is het opeens... Ja, weg tegen dag. Hier ook nog maar een ik denk aan de zon... Oh ja, zonnetje is relaxed. Krijg je nog een hond? Dat is relaxed. Ja, mijn ouders zijn het niet met elkaar eens. Mijn moeder zegt we gaan dus zometeen met een yoga doen ofzo. Dus gaan we ons en mijn vader zegt dat hij sowieso in een kennel in de tuin moet. Niet zo gemeen doen over die hond. Hallo, hey, dat is Sunny Boy. Sunny Boy. Sunny Boy, zo heet ook de koe die eigenlijk alle koetjes in Nederland gemaakt heeft met de zaad. Sunny Boy. Sunny Boy. De stier. Oh ja, stier. Dat is wel grappig aan Barnyard. Dat is, bij Barnyard heb je Otis. Dat ze zeggen allemaal dat hij een koe is. Maar hij heeft, maar hij heeft uiers. Dus dat maakt hem een meisje. Of, iedereen zegt dat het een jongen is. Maar, ze noemen hem een koe en hij heeft uiers. Ja, het is eigenlijk een meisje. En dan zegt op een gegeven moment zegt in een van de afleveringen zegt dan iemand dat ook, Pip of zo. Yeah. En dan zeggen we nee. Nee. Nee, weer geen meisje hoor. Relaxen je. Dit is niet relaxerend. Ja, relaxerend. Ik wil dat we zo relaxed zijn joh, dat de uitwerpselen uit ons druipen. Zo, mijn kontspieren is helemaal ontspannen. En zo. Je moet echt je mond houden. Wat de fuck is dit? Stil zit in de stoel. Woehoe. En daar betaal ik 5 euro voor. Hè? Dat is niet duur. Voor zo'n stoel. Ja, dat is wel comfortabel. Ja, het is nou niet echt vooruit gegaan ofzo. Okay, nou maakt niet uit. Oh, kun je dan een tijdschriftje lezen? Wat doet dit? Oeh, masker. Yes, maskertje. Oh ja, het is een maskertje. Leuk dat je het zegt. Het ziet er heel lelijk uit. Maar dat maakt niet uit. Lijkt alsof een kots op de gezicht heeft ofzo. Nee, ja, het is verder gegaan. Het is omhoog. Het was in het groene gebiedje zitten. Hey, hier links, dan kun je tijdschriftje lezen. Nee, dat is de psychotest. Dat ontspan je niet. Jawel, want je hebt op psycho van? IJsje eten. Oh ja, IJsje eten. Met BFF, hè? Hé, waarom heb je 2 tafels? Zet dit nou weer op. Oh, een psychotest. Nee. IJsje eten. IJsje eten. Het IJsje stond er ook echt al, hè? Ja. En toch moet je toch 5 euro betalen. Oh ja. Ik hoop dat we nu even in de goede bui zijn. We pompen meteen even die hele meter vol en we toch bezig zijn. Kunnen we niet 2 keer hetzelfde doen voor meer... Nee, dat kan niet. Hoe weet je dat? Ja, omdat ik dat niet geprobeerd had. Tempo run, snel! Wat is dit? Een yoga. Oh, dit is niet echt ontspannend, of wel? Probeer het gewoon, joh. Ga vast niet maar. Fitness is heel ontspannend. Ja? Ondertussen hoor je mij tempo run spelen. Gewoon uit random, zoals mijn iPod pakte. Er stond tempo run open. Tempo run maakt wel random geluiden. Ja, ik ben gewoon wel dat tempo was niet zo ontspannend. Nee? Nee. Tenminste niet omlaag gegaan. Nee, dat ook niet. Dus gewoon hetzelfde doen. Oh, de bioscoop is waarschijnlijk nog ontspannen, maar dat is prijzig. Ik ga nog een keer naar boven. Wel zat geld, anders laten we nog even een hondje uit. Probeer gewoon nog een keer naar de kapper te gaan, maar dat in die lichtstoel, dan krijgen we lekker veel ontspanning. Nee, dat kon niet. Ik heb het geprobeerd niet. Oh. Maar dan kopen we gewoon een kaart voor de bioscoop. Goed. Klinkt goed. Klinkt goed, de Joer. We willen eigenlijk toch ook wel dat dit spel een keertje af is, maar ja, vooruit. Ja. En ik had bedacht dat we alleen nog maar Lord of the Rings gingen doen. Veel plezier bij de film. Oh. Ja, maar ik had het wel bedacht. Ja, goed bedacht. Goed bedacht, maar nee. Oké. Okay. Oh jee, kijk de ontspanningsmeter. Oh, zo ontspannen. Komt bijna kindje uit. Zo klonk het bij mij. Je wordt er echt zo ontspannen van een fucking bioscoop. Ja? Dat de film ging hem ooit, joh. Weet ik niet, ik klikte de eerste gewoon aan. Altijd de eerste doen. Even hier naar school rennen. Ook een beetje familie naar de film bent, dan doe je gewoon je ogen dicht en dan klik je de eerste aan die je ziet. Oh, jullie zagen niet dat ik mijn ogen dicht deed. En klik je de eerste aan. Kapot prikte. Je piemel? Nee, dit niet. Oh, hey, wat de fuck is dat? Hoe komt dat raam in één keer zo dicht? Maar ja, het maakt niet uit. We hebben onze plankenkoorts overwonnen, hopelijk. Ja. En dan gaan we gewoon lekker naar onze boy toe. Of je rustig bent, heeft echt veel met plankenkoorts te maken. Ja, het had wel met dat zenuwachtig te maken. Ja, okay.
helemaal chillax, man. En dan gaan we doekoe roken. Oh, wat gebeurt er? Nee, naar huis. Ont. Nou, kun je net zo goed meteen even poepbassen als we er toch zijn. Oh, kijk de ontspanningsmeter. Ze zijn echt genakt. Oké, hoe krijgen we die weer omhoog? Ja, weer opnieuw al die dingen kopen. Maar dit weer gaan we meteen naar de bioscoop. Oh, nakkers. Zieke nak. Best timing ever. Ja. Hier, snel, anders is het de volgende dag. Sneller hier. Dan gaat dit echte leven ook heel snel. Oh, het is bijna donker. Misschien is een poesje aan je ook ons. Ja, denk het wel. Oh, lief. Oh. Die poes ziet er nog best wel realistisch uit. Ja, maar dat is ook echt een realistisch in het spel, ja. Tenminste, nee, net de lucht. Dat is ook gewoon een foto van de echte lucht. Dat denken we. Oh, geen ontspanning. Hey, we hebben wel appel in huis. Dat is wel omhoog gegaan. Appel. Dat is wel mij een appel en ook... Nee. En ook een peer. En ook een peer. En ook een peer. Doe er ook maar een sinaasappel bij. Ik zie nu al een nieuwe hit voor het zangerines. Want vanavond gaat het fruit los. Nee, het fruit gaat los. Oh. Klinkt goed. IJs kregen we geen happy van. Nee, hier kregen we heel veel van. Dat is wat je denkt. Gewoon als eerste. Welke subfilm zullen we kijken? Hetzelfde. Opdracht van de president. Oh, dat is zeer ontspannend. Was dat hem? Ja, actiefilm. Meen niet. Vuile hond. Waarom kunnen we er niet in? Waarom kan ik maar één keer per dag naar de bios? Dat is heel belachelijk. Ik kan nu wel hier kijken. Jee. Nou, die hebben we alvast durf als het weer een dag verder is. Jee. Nou, eet dan maar een ijsje of zo, toch zat geld. Joep, geef me je ijs. Geef mij nu je ijs. En dan krijg je zorgen voor terug. Zolang ik het niet verlies, komt het geld ooit wel terug bij jou. Grapje, weg ben. Weg, doei. Oeh, 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 wauw. Echt gewoon wauw. Geen woorden voor. Oeh, oeh, oeh. Oh yes. Pikant. Yeah. Yeah. Buddy. Pikante pistachio. Ja. Yeah. Oh, kijk de meter. Oeh. Oh, ik zei de meter. Je weet wat de godin de meter. Oh, oh nice. Oh, dat is oh, een goeie. Nice. Ja. Oh ja. Yeah. Gedaan. Deze aflevering is toen echt nutteloos. Ja. Yeah. We zijn al heel erg aan het ontspannen. Oh, niet lekker. Misschien kunnen we alweer naar de buurt. Misschien moeten we poppers nemen en dan ontspannen onze kringspier. Dan hebben we het gehaald. Stop daarbij! Ik zei de vorige keer ook al. Nee, ik was laatst in een Mexicaans restaurant en daar stonden poppers op de kaart. Ja, weet ik. Bij de chica zeker. Ja, bij de chica. Ja, jongens, geen poppers nemen hoor. Dat wil je niet. Dan komt al je poep eruit. Ik moest ook lachen toen ik dat zag. Ik vroeg mij gewoon wat het was. Ja, ik vraag me nu ook me nog steeds af eigenlijk. Ja. Yeah. Jee, het is weer groen. Einde van de dag. Ja, waarschijnlijk wel. Dan kom ik buiten en is het donker. Oh, niet eens. Oh. Wat gebeurt er hier op? Doodslag. Doei. Kijk, zo kom je niet in het park. Het is best wel droog. Wat bedoel wat je? Wat de fuck is dit? Volgens mij hoor je helemaal niet te komen. Nee, ik denk het niet. Hey, nachtje. Waar? Nergens. Achter het huis, daar links. Links! Meer naar links! Oh nee. Ik beel mijn hartjes in. Ik moet terug in de... Oh. Oh, was wel een hartje. Ik ben niet gek. Yes! Tegen de muren. Mijn hartje. Mijn hartje voor jou. Jouw hartje voor mij. Zo zal het zijn. Nog een hartje. Miauw. Hoe duidt dat hartje rechts, maar oké. Dat weet ik. Miauw. Nou, we gaan restylen. Nee, 25. Ik ben helemaal uit dit spel. Ik niet, ik zit er nog steeds heel diep in. Sorry, wou ik even doen. Ik weet niet of je dat hoort. Ik ook niet. Maar ik wou hoorde je dat? Hoorde je dat? Dat. Nou, dan hoorde je het nu weer. Graag gedaan. Zo ben ik. Hartje. Oeh, nice. Oh, 360. 360 hartje. Nou, ik ga hem inhalen voor je. Oh, voor de trap nog. Oh, lekker. Ik ga hem blokkeren, afsnijden. Oh. Dikke trickshot. Oké, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Hey! Wow. Yes, je bent rust zelf. Heb je een geheim recept? Heb je een geheim recept tegen plankenkoorts? Meditatie misschien? Bioscoop. Nou, ik heb mezelf gewoon ingeprent dat ik me er heel erg op verheug.
Met jou, samen en de anderen natuurlijk op het schoolfeest op te treden. Dat wil zeggen, nou ja, je hebt me namelijk nog helemaal niet verteld wat de sportclub eigenlijk van plan is. Oh, verkrachting. Ben ik dat vergeten? Zeker weten. Oh. We doen een soort triathlon. We doen een soort triathlon. Dat is een piemels. Eerst een wedstrijd op de trimbaan. Ja. Dan een aerobic-uitvoering in de aula. Ja. En daarna een behendigheidstest in voetballen op het sportveld. Oké, dit is echt... Cool. dat zijn allemaal dingen die... Ik ben erover nemen, jongen. Oh, we mogen rennen! Oh. Rennen hier, rennen! Oh, wat? Oh, kut. Op het parcours. Waarom zijn we opeens aan het rennen eigenlijk? Weet ik niet, ik noem maar wat. Ik had denk ik niet dat gesprek moeten skippen. Nee, waarom heb je het gedaan hier? Oh nee, hier, niet vallen. Puitjes toetsen! Had ik je even gered daar, hè? Ja, dan had je me even. Loop je met dit spel met ASWD? Sinds wanneer? Waarom kun je gewoon met de pijltjes toetsen lopen dan? Dus gay zijn. Maar misschien kan dat ook wel hoor. Nee. Niet eens. Jezus! Zeg, Jezus! Ik ben normaal ook keer. Ik ben er een keer helemaal doorheen gelopen zonder dat het één keer voorkwam. Jullie faalt. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Of dat. Nog steeds aan het debuteuren kreeg. Nou doe ik gewoon eens pres. Nee, echt niet. Iedere keer als we bijna vallen krijgen we een van de achterbij. Hè? Dat is nog het rare. Oh, je mag maar zoveel keer vallen of zo. Denk het. Ah, dat meen je niet. Hoe kan ik dit zo slecht doen? Nou, gewoon keihard. Koffie, falen. Meneer Edgar. Jezus, nu faal ik boos. Fuck jou ook weer. Ik doe dit niet expres, ik meen het. U verloren. Nee. Net nog gehaald. Oh, volgende test. Druk op de afgebeelde puitenstoet. Dit is echt mentaal en fysiek slopend hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Was dat het? Ik schrok van het geluid van het tok, tok, tok achter. Heb je het eigenlijk gehaald hier? Nee, ik heb het verneukt. Ben je dood? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, hou je mond in je mond, anders ga ik dit niet meer halen. Eerst was ik hier vet goed in focus, Jur, focus! Focus harder! Dit is echt moeilijk. 1, 2, 3, 4, 5, ik heb wel Duits, dus dan mag ik dat soort dingen zeggen. Ja, inderdaad. Ja, ook. En nog steeds je idioom niet gedaan. Nee. Ik heb echt al een toets, die heb ik echt al 2 maanden. En iedere keer zegt die fans van, je hebt hem over zoveel tijd. En dan opeens maak ik hem gewoon niet ofzo. Iedere keer zeg ik dat ik ervoor ga leren, maar ik doe het nog steeds niet gedaan. Spannend. Wow. Oeh, dit is nog best wel. Het is wel beter hoog houden dan ik. Oh nee, niet. Laat ze me al vallen of niet? Oh. Valt ze hem op de voet? Ik weet niet. Wat gebeurt sowieso keer... eigenlijk? Jur, handen in het gebiedje. Ja, goed zo, Jur. In het gebiedje. Dat was grote klasse. Yay. Ik durf te wedden dat je met dit gave optreden het hart van je droomtype zo veroverd hebt. Ja, oh, we gaan de ultieme vraag stellen. Ga erop af. Yes. Oké, waar is die? Waar is die kut allemaal? Niks tegen homo's, niks tegen kutten. Ben jij hem? Nee. Nee. Ik heb wel heel veel tegen kutten homo's. Maar niets tegen kutten en homo's, op zich. Oh. Oké. Behalve die homo's die me verkrachten. Maar dat zijn er maar een aantal. Zijn dat niet kut homo's? Ja. Soort van. Waar is hij? Geen idee, bel je moeder. Ja. Of een verkeering met je wil. Sexy shit. Waarschijnlijk hebben we ook het spel uitgespeeld, of niet? Denk het. Of ja, nee. Oh nee, einde spel. Met jou? Nee. Oké, Yay. Ja. Geef hem een snor. We moeten zorgen dat we hem kunnen herkennen. Hij moet lelijker worden, zodat we hem beter kunnen herkennen. Hij denkt dat haar. Wat kleur. Dit is echt lelijk. Die is zwakker, die is zwak. Wacht even kijken of we nog meer erge dingen. Die hebben we al een keer gehad. Weet ik. Nee, we doen het epische. Als zwagers. Petje op.
Nee, je moet wel een heel duidelijk petje zijn. Roze. Nee, het moet geen petje. Het moet even zijn kapsel van die rol. Topjes. Het staat ook bij mannen topjes. Dat zijn nog steeds topjes. Dat paarse ding was eigenlijk best wel goed voor herkenbaarheid hoor. Nee, want heel veel mensen hebben dat aan. Hier, okay. Dit vest. Doe dit vest aan. Nee, dit. Paarse dit doe dit maar okay. Aan. Broeken. Korte broek. Doe korte broek. Ja, heel... Oh, hij heeft keuze is reuze. Vies. Hoe zwarte schoenen? Bruine schoenen. Lichtbruine strepen. Oh. Yeah. Oh, licht. Oh, licht. Oh yeah, wit haar, nou is het Corné. Ik ken Corné niet. Ja, we gaan er nu gewoon even de vraag stellen deze aflevering. En als het dan het spel nog niet uitgespeeld is, dan komt er gewoon een volgend deel. En als het spel nog wel uitgespeeld is, dan... Dan niet. Heb het spel uitgespeeld? Is het aflevering al toch? Nou, de tijd zit er wel eens een beetje op nu, ja. Oké, doeg. Ga hem niet zoeken nog en hem de vraag stellen. Jawel, maar dat is toch na de aflevering. Oh joh, volgende aflevering. Of wil je dat... Ah, we doen deze aflevering. Ik wou net zeggen, anders dan zegt hij ja en dan is het spel uitgespeeld. En dan hebben we 5 minuten de video, dat is dan niet leuk. Oké, maar waar is die toch alweer? Dat weet ik. Oh, hier! Hey! Yo. Hallo! Hallo, flikker! Hallo, Harry. Hey, dat was een prima optreden van je. Zonder jou hadden we dat echt niet zo goed kunnen doen. Ja. Blij. Of bescheidenheid. Hadden we tips nodig van oude mannen hier? Ik ben blij dat de sportclub zo goed samengewerkt heeft. Het succes was niet mijn verdienste, maar de onze. Dat vind ik ook. En nu? Wat ben je nu van plan? Ik dacht dat we samen plezier zouden maken op het schoolfeest. Een ijsje eten of een drankje drinken of zo? Ik weet niet wat je anders bent. Mag ik je eerst wat vragen? Drinken en een drankje eten of zo? Blij, maar zo. Kun je je voorstellen met mij verkering te hebben? Kun je het voorstellen? Ja, ik kan het wel voorstellen. Misschien. Nee, anders spelen we het spel niet uit. Doe maar ja dan. Oké. Vanaf de eerste dag dat ik je in het winkelcentrum zag, maar je niet durfde aan te spreken, Ik ben wel heel lustig. Was ik al verliefd op je? Mijn antwoord is natuurlijk... Nee! Ja! Nee! Nu begrijp ik het. Dat was het wat je bij onze eerste ontmoeting op het schoolplein niet wilde zeggen. Wacht. Ja! Yeah. Oeh, je hebt het gehaald, hier. Yes. Yes, mijn leven is compleet. Weer een serie af. Denk het. Hebben we nu aftiteling? Nee. Nou, neem aan dat we het spel uit... Wat zijn wat sms als zijn moeder ons? Geile seks! Ah, jezus. Yes. Ik vind dat we het spel buiten gespeeld, hoor. Oh. Het is een beetje cliché, maar in sprookjes zeggen ze dan altijd, is het leven nog lang gelukkig. Als onze sletterige moeder het al vindt. Dit is de laatste keer dat we dit spel opstarten. Nee, ik ga het zeker nog vaker spelen. Oké, ik niet. Wel trusten. Ik wou nog drie, ik hoor niet.